Kun je ons meenemen in jouw gedachten aan? Want in Oekraïne liet je Jean-Paul Boetius starten. Zat Larsson op de bank. Ook omdat je verwacht dat je misschien op de tegenstoot met zijn snelheid iets kan doen. Ja. Is dit zo'nzelfde verhaal, die wedstrijd van morgenavond? Maar het zal wel, ik denk wel een wedstrijd zijn wat hetzelfde eruit zal zien. Natuurlijk het compacte van ons, kwaliteit bij de tegenstander. Dus in dat opzicht is dat eenzelfde wedstrijd. Je hebt nu ook te maken ook met spelers die natuurlijk ook internationaal gespeeld hebben. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Zeker ook het belang wat we nu hebben in de competitie ook. Na de tegenvallende resultaten zal ik daar ook naar kijken. Kan Sam Larsson überhaupt starten? Want je wisselt hem met kuitklachten. Hoe staat dat ervoor? Ja, dat gaat goed. Gelukkig maar. Heeft de afgelopen dagen is je goed behandeld. Heeft vandaag ook op het veld kunnen trainen. En dus dat is voor morgen geen probleem. Je mist El Amadi natuurlijk. Een belangrijke schakel in je team. Niet voor niets je captain. Hoe ga je dat oplossen? Is dat op te lossen, zo'n belangrijke speler missen? Nou, het is natuurlijk de aanvoerder. Is een belangrijke rol in het team. Zeker de positie die bekleedt. Alleen het feit is dat hij er niet is. Dus we zullen daarin ook in moeten wisselen. Een andere speler op die plek moeten zetten. Maar ik denk dat we wel een aantal spelers hebben die dat goed kunnen invullen. Is het ergens nog een optie voor jou geweest? Omdat je weet dat dit zo'n moeilijke opgave is. En in de competitie heb je al heel veel punten laten liggen. Het is natuurlijk zaterdag gigantisch belangrijk ook voor jullie. Ja. Om eventueel mensen te sparen om hier niet met je sterkste team te starten. Is het een overweging überhaupt geweest of niet? Ja, omdat het, wat je ook zegt, hè, je hebt te maken met de wedstrijd van morgen, maar ook de wedstrijd van zaterdag tegen Groningen, wat voor ons een hele belangrijke wedstrijd is en wordt. En daarin wil je ook niet alle risico's nemen met spelers voor morgen. En dat zullen spelers zijn die wat klachtjes hebben of die misschien al heel veel wedstrijden gespeeld hebben, maar normaal ben ik daar niet zo van, maar in deze fase van de competitie, waar we staan, zal ik daar wel rekening mee gaan houden. Zijn er spelers met klachtjes die we normaal gesproken wel zien, die nu misschien dan niet zien? Misschien.